Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. We hebben aardig genoeg zomerweer, althans het is droog en de zon is de geregeld bij de laatste dagen. Alleen er zit wel een beetje een scherp windje, want dan merken we ook dat het soms flink afkoelt. En overdag wil het kwik ook nog niet helemaal uit de slof schieten. We hebben vandaag ook een wind die uit de noordoostelijke richting kwam en daarbij zaten de temperaturen net door de 20 graden heen. Maar het is wel droog gebleven, maar ja, wat ik al zei, de wind die maakt het voor het gevoel ietsjes minder. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we flinke opklaringen. Dan zijn de minima toch wel weer tussen de 6 en de 8 graden. Dus komt de nacht koelt ook flink af. Ja, en dan s'avonds met de zon erbij. Hey, mooie zonsondergang. Evi Kolenbrander heeft ook een foto opgestuurd. Wil je ook een foto opsturen? Dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Vandaag staan we met de Weerpraat bij het Hofshuis in Vassenveld. En daar staat morgen wat te gebeuren. De visvereniging Hoge Venne organiseert door een visdag. Han, wat is er morgen eigenlijk hier aan de hand? Nou, Ger, morgen is er de NSF, NOC heeft sportweek. En nu gaan we morgen een hengelsport morgen organiseren voor de jeugd. Tot en met 14 jaar. De jeugd vindt dat top nu. Die kunnen nergens anders meer naartoe. Dus dan moeten ze maar een hengeltje pakken. Ja. En ja, om dierenwelzijn een beetje te bevorderen, geven we de jeugd ook een beetje een les in het onthaken, het afstellen, omgaan met vis. En dat soort dingen allemaal. Vandaag staan we dan bij de Kramskolk en er wordt niet alleen gevist, maar er gaat morgen nog wat meer gebeuren. Ik zag toch een bordje met een doek erover. Dat is een visparel. Een visparel wil zeggen, dat is speciaal ook voor de jeugd, ook voor ouderen. Die kunt dan in een kern kunnen ze gewoon vissen. Sportvisserij Nederland is daar een promotor van. En Sportvisserij Midden-Nederland doet ook daarin mee promoten. En die promoten de gemeentes en voor de jeugd plekken te maken om dicht bij huis te vissen. Is het eigenlijk wel goed visweer? Ja, het is mooi zonnetje. Ik heb mooi bruin bakken in de zon, dus het is mooi visweer. Het weekend ziet er ook heel erg zonnig uit. Althans, de zaterdag sowieso. Flink wat zon. Maar de wind die draait ook wat meer naar oostelijke richtingen. En dat merken we dan ook met de temperatuur. Want zaterdag kan het kwik al oplopen naar 22 tot 23 graden. En daarbij is ook wat minder wind dan vandaag. Helemaal wat rustiger wordt het op de zondag. Nou, toch wel een nacht met temperatuur net onder de 10 graden. Zal het zondag toch wel 24 graden kunnen worden. En daarbij hebben we dan een zwakke tot hooguitmatige oostelijke wind. Dus zondag, dat is ook een prima dag. Maar begin volgende week halen we het zomerse weer nog met 25 graden. Maar vanaf midden volgende week, dan komt de storing dichterbij. En dan komt er voor het eerst sinds lange tijd ook weer wat regen. Goed gaan.